Hallo, ik ben Wim Droesen en ik werk als technisch manager bij Waterschap Limburg. Samen met bewoners en de gemeente Gennep hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan een plan voor de herinrichting van de Tielebeek. Namens de gemeente en namens het waterschap wil ik iedereen bedanken voor zijn positieve bijdrage aan de totstandkoming van dit plan. Het waterschap en de gemeente zijn nu voornemens om de beek herin te richten en twee waterbuffers aan te leggen. Daartoe hebben zij een ontwerp-projectplan opgesteld. Dat ligt van 13 maart tot 23 april ter inzage. Parallel aan de procedure voor het projectplan Waterwet past de gemeente het bestemmingsplan aan. Op 31 maart zou er een inloopbijeenkomst plaatsvinden. Maar vanwege het coronavirus is deze bijeenkomst geannuleerd. Dit filmpje is bedoeld om u toch even in hoofdlijnen mee te nemen door de inhoud van het plan. Tot en met 23 april kunt u zienswijze indienen op het plan. Daarna zal het waterschap en de gemeente bekijken aan de hand van de zienswijzen die zijn binnengekomen of het plan eventueel op onderdelen aangepast moet worden. Het ontwerp projectplan Waterwet voor de herinrichting van de bovenloop van de Tielebeek en de documenten waarin beschreven staat hoe het legger, de legger van het waterschap wordt aangepast, kunt u inzien op de website van het waterschap www.waterschaplimburg.nl of op de website van de gemeente Gennep www.gennep.nl. De relevante documenten zijn ook te vinden op de website www.officiëlebekendmakingen.nl. Waarom wordt de bovenloop van de Tielebeek heringericht? De Tielebeek is een van de weinige groene verbindingen tussen de Maas en het Natura 2000 gebied Sint-Jansberg. En het is daarom belangrijk dat deze verbinding ook goed gaat functioneren. Bovendien is het zo dat de Tielebeek op dit moment niet voldoet aan de eisen van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem. En de beek is bovendien op een aantal plekken slecht bereikbaar voor beheer en onderhoud, wat ook problemen met zich meebrengt. Het project herrichting bovenloop Tielebeek bestaat uit drie hoofdmaatregelen. De eerste maatregel is de herrichting van de Tielebeek van de Oude Rijksweg tot aan het Rozenbroek met een ecologische aansluiting op natuurgebied De Diepen Sint-Jansberg. De tweede hoofdmaatregel is de realisatie van een waterkwantiteitsbuffer, ook in de buurt van natuurgebied De Diepen. En de derde hoofdmaatregel is de realisatie van een waterkwaliteitsbuffer ten westen van de Oude Rijksweg. We kijken eerst naar maatregel 1, de herinrichting van de Tielebeek. In de huidige situatie is de beekloop gekanaliseerd en heeft de beek weinig natuurlijk karakter. Bovendien is de passage van de beek door Milsbeek rondom de Langstraat erg smal, waardoor geen machinaal onderhoud mogelijk is. In het verleden heeft dat meermalen voor problemen gezorgd ten aanzien van de doorstroming. In de toekomstige situatie houdt de Tielebeek bovenstrooms van het Rozenbroek haar huidige loop en profiel. Tussen het Rozenbroek en de Langstraat houdt de Tielebeek haar huidige loop, maar krijgt flauwere, natuurvriendelijke oevers waar ruimte beschikbaar is. Rond de Langstraat hebben we extra grond kunnen verwerven en ontstaat ruimte voor een onderhoudspad. Benedenstrooms van de Langstraat tot voorbij de Rijksweg is voldoende ruimte beschikbaar en krijgt de beek een slingerend karakter met brede oeverzones. Hier worden langs de beek ook enkele bomen aangeplant en komt pluksgewijs struweel spontaan tot ontwikkeling. Op de plankaart kunt u precies zien waar welke maatregel wordt getroffen. We kijken nu naar hoofdmaatregel 2, de realisatie van een hemelwaterbuffer op perceel Rozenbroek. In de huidige situatie heeft het perceel aan de Rozenbroek een agrarische functie en het perceel ligt ingeklemd tussen de Tielebeek en natuurgebied De Diepen. De gemeente zet het rioloverstort aan de Rozenbroek dicht, zodat geen vuil water meer in de beek kan stromen. Het perceel wordt omgevormd tot een hemelwaterbuffer door het maaiveld variabel af te graven tot een diepte van ongeveer 1 meter beneden het huidige maaiveld. Zo ontstaat voldoende ruimte om in de toekomst afgekoppeld hemelwater uit Milsbeek te bufferen en zo de piekafvoeren op de Tielebeek te verkleinen. De komende jaren zal de gemeente een steeds groter deel van Milsbeek afkoppelen,
zodat de waterberging in de loop van de jaren een steeds belangrijkere functie krijgt. Naast de buffer wordt een geul aangelegd die de Tielebeek verbindt met natuurgebied de Diepe. Deze geul vormt het sluitstuk van de ecologische verbinding tussen de Maas en natuurgebied de Diepe Sint-Jansberg. Na aanleg van de hemelwaterbuffer ontwikkelt zich een grazig gebied met verspreid enkele struwelen en bomen. Het gebied behoudt zijn huidige open karakter. We kijken nu naar de derde hoofdmaatregel, de realisatie van een waterkwaliteitsbuffer ten westen van de Oude Rijksweg. In de huidige situatie heeft het perceel waar de buffer gerealiseerd wordt een agrarische functie. Het perceel ligt ingeklemd tussen de Tielebeek en de Oude Rijksweg. Zoals gezegd zet de gemeente de rioloverstort aan de Rozenbroek dicht. Het rioolwater wordt via nieuw aan te leggen transportriool door de Rozenbroek geleid naar de nieuwe kwaliteitsbuffer aan de Oude Rijksweg. Deze buffer zal naar verwachting 5 keer per jaar tijdens piekbuien volstromen. Nadat het water in het riool is gezakt, stroomt het water vanzelf vanuit de buffer terug in het riool en vervolgens naar de waterzuivering. De buffer wordt voorzien van een spoelvoorziening om eventuele vuilresten op te kunnen ruimen. Na aanleg zal de buffer zich ontwikkelen tot een grazige laagte. De beek, die grenst aan de buffer, krijgt een natuurlijk slingerende loop met her en der opgaande struweelbegroeiing. Heeft u naar aanleiding van deze video of na het lezen van het ontwerpprojectplan Waterwet vragen, bel of mail dan gerust met ons. Voor vragen met betrekking tot de Tielebeek of het watersysteem kunt u het best met mij contact opnemen. Heeft u vragen over de aanpassingen van het gemeentelijk riool in Milsbeek, dan kunt u contact opnemen met Maddy Bilbas van de gemeente Gennep. Ik dank u voor de aandacht.